Gilles Janssens, we zijn hier vandaag in Tubeke. Jullie speelden met de Red Flames U17 een oefenwedstrijd tegen Zwitserland. Hoe liep het? Onze match liep zeker heel goed. Mooie golen en we hopen dat de volgende match zeker ook zo goed zal zijn. Ja. Jullie winnen met 4-0, dat is goed voor het vertrouwen, denk ik. Ja, dat is een heel mooie zege. Ja. Jij voetbalt ook in Leuven, bij de belofte van Leuven. Dat is, jullie spelen daar een sterk seizoen, hè? Ja, we hopen zeker dat we kampioen worden. En, ja. En met de Red Flames U17, jullie gaan naar Oostenrijk binnenkort. Wat denk je daarvan? Ik denk zeker dat dat wel een haalbare poelen is. En we hopen dat we dan naar het TK kunnen. Ja. Je stond vandaag op de linksachter. Is dat je normale positie op het veld? Nee, normaal speel ik op 7 of op 11. Maar het was zeker wel eens leuk om op de 5 te staan. Ja. En je komt ook vaak mee naar voren, hè? Ja, dat is waar. Oké, ik dank je. Proficiat met de overwinning en succes voor vrijdag. Dankjewel.